Het was een voorrecht om met Els samen te werken. Dat zullen vele medewerkers, collega's en partijgenoten hebben ervaren. Nog los van de idealen waar ze voor stond en de laconieke maar vasthoudende manier waarop ze daarmee omging, lag dat voorrecht vooral in het alledaagse. Els Borst was een vrouw die stond voor de kwaliteit van het leven en het sterven van elk individueel mens. Een groot gedeelte van wat zij deed in haar politieke en ook niet-politieke loopbaan leidde naar dat doel. Toch was er in eerste instantie niets dat wees op een politieke loopbaan. In 1968 werd ze lid van D66 na het zien van een campagnefilmpje met Hans van Mierlo. Nadat D66 in 1994 maar liefst 24 zetels behaalde, ging Hans van Mierlo op zoek naar vakministers voor het eerste paarse kabinet. Hans wilde per se dat Els Borst minister werd op volksgezondheid, welzijn en sport. Ze moest alleen nog worden overgehaald. En hij begon mij dus uit te leggen waarom ik heel geschikt was voor minister van Volksgezondheid. En ik begon hem uit te leggen waarom ik daar geen enkele talenten voor had. Ik had geen politieke ervaring. Ik zei, Den Haag is een slangenkuil. Binnen de kortste keren val ik daarin om er nooit meer uit te komen. En bovendien, ik heb twee hele leuke banen, gezondheidsraad en hoogleraarschap in Amsterdam. En dat wil ik niet opgeven. Al mijn argumenten nam hij blijkbaar serieus en die schreef hij op een servetje, want hij had geen papier bij zich. En dat servetje werd ook gebruikt om de kin af te vegen. Dus dat begon er na verloop van tijd bijzonder vettig uit te zien, wat ook de leesbaarheid van de tekst niet ten goede kwam. Maar goed, aan het eind van het etentje stak hij toch in zijn zak, zei dat hij goed naar me geluisterd had, dat hij het jammer vond, maar dat hij het begreep. En ik dacht, nou, die komt daar nooit meer op terug. Daar heb ik me dus deerlijk in vergist. Op 22 augustus 1994 werd zij beëdigd als minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Ze zag op tegen het ministerschap, maar het bleek haar snel te bevallen. Ik verheug me erop. Waarom? Omdat ik volksgezondheid het mooiste beleidsonderdeel vind. Haar motivatie en werklust leverden ook een flinke lijst met resultaten op. Van tabaksontmoedigingsbeleid tot modernisering van de thuiszorg en van de introductie van de eigen bijdrage in het ziekenfonds tot wetgeving over de kwaliteit van zorginstellingen en de rechten van patiënten en cliënten. Op 31 mei 1997 presenteerde Hans van Mierlo in Krasnapolski in Amsterdam Els Borst als de nieuwe lijsttrekker met de beroemde woorden: het is een meisje geworden en we noemen haar Els. Zonder D66 was dit kabinet er nooit geweest, was dit kabinet nooit wat geworden en zal er geen volgend paars kabinet zijn. In de peilingen stond D66 er in 1998 niet goed voor. De Partij van de Arbeid, het CDA, de VVD, D66 ook verlies. Tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van dat jaar verloor D66 een flink aantal zetels. Els Borst was vastberaden om door te gaan naar de Kamerverkiezingen later dat jaar. Mevrouw Borst, u heeft hier zojuist, ik weet niet of het persoonlijk was, boemerangetjes uitgedeeld. Hè? Misschien kunnen we dat even in beeld brengen. Daar staat op, D66 komt sterk terug. Had u die al klaar liggen? Die is gebruikt in de gemeenteraadsverkiezingen. Daar heeft hij dan blijkbaar nog niet dat effect gehad wat de bedoeling was. Maar ik denk wel dat dat natuurlijk onze inzet moet zijn. Om een campagne voor de Kamerverkiezingen nu met zoveel kracht aan te vatten. Dat we de kiezer nog eens heel duidelijk maken wat wij ook in dit paarse kabinet gedaan hebben. Wim Kok en Frits Bolkestein lieten op een bepaald moment zelfs weten dat paars niet goed mogelijk zou zijn zonder D66. En ik herhaal dus dat het onze wens is dat D66 blijft meedoen. Ik zou het buitengewoon betreuren als er een situatie zou ontstaan na de verkiezingen van 6 mei, waarbij de basis onder een mogelijke voortzetting voor zo'n drie partijen kabinet zou vervallen. De peilingen trokken langzaam bij. Tijdens het slotdebat voor de Kamerverkiezingen in 1998 wist Els Borst zich goed staande te houden tussen Kok en Bolkestein, door het niet alleen maar eindeloos over geld te willen hebben, maar vooral over de kwaliteit van leven. Nou, ik wil heel graag weer paars 2, maar we hebben net een discussie gehad over de kwaliteit van de samenleving en die hele discussie ging alleen maar over geld.
En dat heeft mij wel gestoord. Ik vind, als je het hebt over kwaliteit van de samenleving, dan hadden we het ook even moeten kunnen hebben over de gezondheidszorg, over het onderwijs. En dat soort zaken. Dus, ik vind, de tweede paars kabinet moet dan ook over die dingen in een regeerakkoord bij voorrang afspraken maken. Ik vind het altijd nog net weer iets belangrijker dan opties. D66 haalde uiteindelijk 14 zetels in de Tweede Kamer. Aanzienlijk meer dan de gepeilde 7 zetels. Naast verliezers zijn er ook winnaars. En ik wil dan ook graag vanaf deze plaats die winnaars heel hartelijk geluk wensen met hun fantastische resultaten. Els Borst werd de eerste vrouwelijke informateur in Nederland. Informateur van het tweede paarse kabinet dat op 3 augustus 1998 aantrad. Opnieuw werd Els minister op volksgezondheid, welzijn en sport en tevens vicepremier. Veel zaken die zij in paars 1 had opgezet, konden tijdens paars 2 worden geoogst. Maar ze zal het meest herinnerd worden als de minister die de euthanasiewet tot stand wist te brengen. Tegen het wetsvoorstel hebben 40 leden gestemd en daarvoor 104, zodat het is aangenomen. Voortzetting van de paarse samenwerking stond dat jaar onder druk van de uitkomst van de parlementaire enquête over de Bijlmerramp. Hoewel de ramp zich had voltrokken voor het aantreden van paars, concentreerde het politieke debat zich op mogelijke nalatigheden van verschillende ministers nadien. Ik heb op een gegeven moment tegen hem gezegd al in dat regeringsvak, als die conclusies door de Kamer worden overgenomen, ja, in een motie van afkeuring dan waarschijnlijk, dan ben ik ook weg. Hoe reageerde hij? Nou, hij trok nog witter weg dan hij al was, want hij zag al een beetje wit, net als wij allemaal. En toen heeft hij met Melkert overleg gehad. De politieke kritiek viel Els zwaar. Ze voelde zich in haar integriteit en haar deskundigheid als arts en minister aangetast. En het scheelde niet veel of ze had de eer aan zichzelf gehouden. Na haar ministerschap deed Els Borst het niet rustiger aan, integendeel. Ze werd onder meer lid van het Nationaal Comité 4 en 5 mei en voorzitter van de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties. Nou ja, in het licht van dat soort overwegingen is het natuurlijk niet zo verwonderlijk dat de 4 zogeheten hematologische kankerpatiëntenverenigingen eigenlijk op kop lopen binnen de NFK met plannen voor verder samenwerken. Tot op het laatst was ze maatschappelijk zeer betrokken. In 2012 werd ze minister van Staat en ze ontving van de Universiteit van Groningen de Aletta Jacobsprijs. Ik ben enorm vereerd, heel blij, ik moet zeggen gelukkig ermee. En met name ook met de grote belangstelling vanmiddag. Mensen zijn vanuit het hele land gekomen, uit mijn vrienden- en familiekringen. Dat geeft een geweldig gevoel. Els Borst was mild, amabel en wijs. Maar ook resoluut, scherp en ongeduldig. De gezondheidszorg vormde de rode draad in haar hele leven. Toen mijn eerste werd geboren, Els junior, wilde ik dat natuurlijk direct zelf aan mijn moeder vertellen. Maar de minister zat in een commissievergadering. Dus via de secretaresse en de chauffeur en een bode bereikte haar een briefje. De baby is geboren en moeder en kind maken het goed. Nou, fijn, maar mijn moeder hield van details en ze schreef terug. Nou, gefeliciteerd, maar is het een jongen of een meisje en hoe heet de baby? Nou, dat berichtje ging weer via de bode, de chauffeur en de secretaresse en die belde mij weer. Ja, ik wilde haar heel graag zelf vertellen, maar een ministersdochter heeft het niet altijd voor het uitkiezen, dus ik liet een briefje terugsturen. Het is een meisje en we noemen haar Els. Ja, ze is en blijft natuurlijk gewoon je oma die af en toe in het weekend langskwam om op te passen en die er was op je verjaardag. Maar ja, dan was ze ook nog voor zoveel mensen, ja, zo ontzettend belangrijk geweest. En dat vond ik wel heel leuk om ook nog te merken, ja, dat ze zoveel mensen heeft geholpen daar ook mee, bijvoorbeeld met de euthanasiewet. Maar ook dat heel veel mensen het heel bijzonder vinden dat ik haar kende. Terwijl, ja, voor mij was het gewoon oma. Dus, ja. Els Borst is 81 jaar geworden en laat een lege plek achter in de levens van haar familie en vrienden, in de zorg, in haar partij en ver daarbuiten. Nu het daar ligt, zo in zichzelf gekeerd, zo zichtbaar,
Ik weet wel, je bent dat niet meer. Maar wat moet ik? Het ligt daar en ik heb het lief. Lief nu, als een landschap in de winter, als het zich eindelijk laat zien in die laatste ets van zichzelf. Wat weg moest, is weg. In je gezicht geen gezicht meer. Het is wit als gras ergens daarbuiten. Ingeslapen en bevroren in de mist. En de hand, die vertelde dat je er was, is verdwenen in de hand die daar ligt. En dat niet meer is.